Zo, dat is lelijk. Maar doe duimpje omhoog als jullie een sister tag willen zien met mijn zus. Bij 25 duimpjes omhoog, dat moet wel gaan lukken. Dan komt hij eraan. Het is, pardon? Hoi, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een no-bake Oreo cheesecake maken. Het is avond, maar ik hoop dat het niet echt heel erg is. Maar ik heb een lamp hier, dus ik hoop niet dat het heel erg te zien is. Goed, veel kijkplezier. En eet smakelijk als jij hem ook gaat maken. Heb je hem nou ook gemaakt? Stuur me dan een Snapchat via mijn Snapchat. En of tag me in je Instagram bericht via Instagram. Als je gaat koken of bakken, doe dan altijd even je haren vast, zodat er geen haren in het eten komen. En check ook even je truitje of wat je aan hebt op losse haren. We gaan beginnen met de Oreo's fijn te malen. Dit kan je in een blender doen, dit kan je met een vijzel doen, dat ga ik doen. Of je kan allerlei verschillende manieren bedenken. We gaan 16 Oreo's fijn malen. And the girls get the claws out. There's something about hanging out with the wicked kids. Take the pill, make it too real. The other day I forgot my old address. I'm sitting pretty on the throne. There's nothing more I want except to be alone. Het ruikt nu echt al super lekker. Je ruikt echt een Oreo geur. Everything will glow for you. Dan is het nu tijd voor de roomboter. Hier heb je 4 theelepels nodig en die ga je smelten in de magnetron. Je gaat er nu in de magnetron tot het gesmolten is. Oké, doe het dus iets korter dan 1 minuut. Ik pak nu de kom van de KitchenAid, omdat het makkelijker is te mengen. Want we gaan nu de kruimels met de boter mengen. Nu ga je Oreo mengsel in de springvorm doen. Ik gebruik deze kleine, ik heb geen idee welke maat het is. Maar je ziet wel ongeveer qua verhouding welke maat het is. En dat stop ik er gewoon in. Het ruikt echt, echt heel erg lekker. Oké, ik ga nu de slagroom in de KitchenAid doen. En de slagroom ga ik mixen. En dit kan je gewoon mixen in de kom waar je net je Oreo en je boter in hebt gemixt. En nu kunnen we mixen. De slagroom is klaar en we gaan hem nu eventjes in een andere kom overzetten. Want hier ga ik namelijk hierna mijn mochu in kloppen. Het hoeft nog niet heel hard te zijn, want we gaan dit straks toch nog meer kloppen met de monchou erbij. We gaan nu de monchou in de kom doen. En hier gaan straks 6 eetlepels poedersuiker bij. Kijk uit, want er zit blijkbaar dus nog een dingetje onder. We gaan nu 6 eetlepels poedersuiker erbij doen. Dit ga ik weer mixen. Begin op een lage stand, want anders vliegt de poedersuiker overal heen.
Als de mongshu en de poedersuiker goed is gemixt en het een beetje er glad uitziet, dan kan je de slagroom erbij gaan doen. En omdat de slagroom nog niet helemaal goed stijf was, het moet natuurlijk ook nog in de koelkast, maar gaan we het ook nog wat langer mixen. Ik ga er ook nog wat Oreo's bij toevoegen. Dit verkruim ik gewoon met de hand, zodat de stukjes niet al te klein worden, dat je het nog wel goed proeft. En ik stop er 5, of ik stop er 5 bij. Als je alles goed hebt gemengd, dan gaan we het over of toevoegen bij de bonen. En als het nog niet helemaal hard is, het wordt straks hard in de koelkast. Nu is hij klaar om in de koelkast te gaan. Eigenlijk voor 4 uur. Maar ja, hij ruikt heel erg lekker. En ik heb natuurlijk een beetje geproefd. En hij is heel erg lekker. Dus ik ben veel te nieuwsgierig. Dus ik ga hem even voor een half uurtje in de vriezer doen. En dan ga ik kijken of dat goed gaat. Go get punched for the love club. For the love club. Zo, de taart is klaar. Ik weet niet hoe een cheesecake moet zijn. Want ik heb nog nooit eentje gegeten. Überhaupt gezien. Hij is heel zacht. Nou, heel zacht. Hij is vrij zacht. Hij zakt. Ik zou toch de slagroom iets langer kloppen. Want ik dacht, hij zal wel in de koelkast harder worden. Maar dat is toch niet helemaal gebeurd. Dit is echt heel lekker. Goed. Dus je kan ervoor kiezen om meer suiker erin te doen. Maar ik vind hem eigenlijk heel lekker zo. Heel erg bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog voor als jullie een video met mijn zus willen zien. Dus ja. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei!